De Nationale Assemblée is gisteren van start gegaan met de behandeling van de begrotingen over het jaar 2019. De vergadering was vanaf het begin erg rumoerig. De voorzitter van de begrotingscommissie, Amzat Abdul, en VHP-parlementariër Aziz Gayadin waren het niet eens over verschillende vraagstukken. Het begrotingstekort voor dit jaar bedraagt 1,6 miljard SRD. Gayadin vindt het niet kunnen dat de regering een bedrag van 7,1 miljard aan leningen en schenkingen ontvangt. Abdul vindt echter dat er volgens wettelijke procedures is gehandeld. We brengen u enkele indrukken van de vergadering. Wat ik ook heb opgemerkt, voorzitter, is dat gewoon het totaalbedrag van al de nieuwe projecten zijn opgenomen in de begroting. Terwijl het niet zo hoeft te zijn, voorzitter. Je kan een leenovereenkomst sluiten, maar je trekt niet alles uit die lening. Je trekt alleen dat deel uit de lening wat je voor dat begrotingsjaar nodig hebt. En eigenlijk zou dat alleen opgebracht moeten worden op de begroting van de regering. En dan zou niemand klagen, voorzitter, dat er zoveel gefinancierd wordt. Om terug te komen aan de kwestie van de onderzoeken. Voorzitter, hier heb ik gesteld, hier in het parlement, voordat welk rapport dan ook is gestuurd naar PG, dat de regering opzettelijk bezig is die samenleving te misleiden en informatie achter te houden, omdat men wacht op periodes waarbij zaken uiteindelijk... Mag ik praten? Nee. Lid Gayadin, u bent weer bezig. Ik kan u zeggen wat ik te zeggen heb. Lid Gayadin. Nee, u bent... Lid Gayadin. Enkele parlementariërs vroegen meer informatie over de verschillende projecten die met leningen zullen worden uitgevoerd. Ik wil toch graag nader inzoomen op dat stukje van de verschillende programma's dwars door de ministeries heen. Die zullen worden gefinancierd middels buitenlandse externe leningen. Dus financiering voor een bedrag van ruim 6,9 miljard. En terecht heeft de spreker gezegd, het is wel belangrijk dat we weten tot welk bedrag de regering zich gaat committeren voor het dienstjaar 2019-2020. De geachte spreker heeft het gehad over export van groente en fruit, wat een heel belangrijk ding is. Maar nog belangrijker is, of laat me het anders stellen, afzetmarkt is geen probleem. Ik ben ook laatst naar Curaçao geweest, Aruba, en de prijzen die zijn zo goed daar, voorzitter, dat wij de hele dag hier kunnen gaan planten. Het probleem is, en ik heb het vaker geantameerd, transport, ja, vliegkosten. De zaken die in rekening worden gebracht per kilo, voorzitter, van $1.20, $1.50, is killing. Wij gaan niet kunnen concurreren in het buitenland en wij houden ons maar aan onze national carrier, wat een goed gedachtegang is, voorzitter. Maar laten we een keertje dat ding opengooien, want handelaren willen ook vrachtvliegtuigen, et cetera, charteren om hun producten te transporteren en dat gaat zo moeizaam. Dat waren achtereenvolgens Raymond Sapoen en Rachid Doekie gisteren in het parlement. De begrotingsbehandeling over 2019 is gisteren van start gegaan.